Het raam is hersteld, maar de schrik zit er nog goed in. Rond 3:15 ging mijn moeder uit bed en toen kwam ze beneden, zag ze wel dat de ruit eruit lag en dat er iets op de grond lag, maar ze dacht eigenlijk dat het een plastic tas was. Maar dat bleek dus een halve varkenskop te zijn. Maar dat is nog niet alles. Jade was dinsdag jarig en vindt op de deurmat een luguber cadeautje. Een kaart, omdat ik gisteren jarig was, dacht ik gewoon, en dat dacht iedereen. Maar er stond dus in Happy Birthday Bitch met matalle matalle. Ik weet niet wat dat betekent. De politie wordt meteen gewaarschuwd en staat even later op de stoep. Vrijdag kan het gezin aangifte doen op het bureau. Jade denkt dat een ex-vriendje erachter zit. Ze durft niet meer alleen over straat. Als je dit kan doen, wat zijn je volgende stappen? Wie in de nacht van maandag of dinsdag iets verdachts heeft gezien of gemerkt in de Oranje-Nassaustraat, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900 8844.